Maar we gaan eerst naar Jill, want de politie die waarschuwt voor een nieuwe truc van dieven. Ja, criminele bendes die hebben nu een nieuwe manier gevonden om mensen te beroven van hun pinpas bijvoorbeeld en hun cashgeld. Ze gaan op een heel geraffineerde manier te werken. Hier ziet u het. Deze beelden zijn door de politie gedeeld via RTV Oost. De pincode van dit slachtoffer is al afgekeken bij de kassa door een van de boeven. En zodra de auto is ingeladen, de boodschapjes, en het slachtoffer is ingestapt, tikt de andere dader op het raam en zegt dat er kleingeld of een portemonnee bij de auto ligt. Nou, zodra het slachtoffer dus uitstapt om te kijken, sluipt iemand anders aan de andere kant de auto in en steelt dus de bankpas van deze mevrouw. Er zijn zoal een aantal incidenten geweest en de daders die hebben zich bijvoorbeeld ook al voorgedaan als iemand die medische hulp nodig heeft. Ja, dus een gewaarschuwd mens telt voor twee, zegt de politie. Ja, meneer Buma, wat kunnen we hier nou tegen doen? Dit soort brutale criminelen. Ja, het is net altijd weer het nieuws wat ze vinden. Ja, het eerste is toch heel erg op je eigen spullen letten. Want je kan wachten op de politie en de opsporing. Ja. Maar pinpas bij je houden, niet mee laten kijken als je aan het pinnen bent. Daar begint het eigenlijk mee. Ja, het is wel lastig natuurlijk als je zo afgeleid wordt en alles. Ja, en men weet natuurlijk over het algemeen wel de kwetsbare mensen te vinden. Hè? Dat is natuurlijk ook heel pijnlijk. Dus ik denk dat heel veel mensen deze les al hebben. Maar vertrouwen is goed, controle is beter. Je moet dus echt wel op je spullen letten. En laat ik het zo zeggen, niet degene zijn waar het makkelijkste is. Ja.